Lieven Boeven, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs, welkom. En ook u, Bart De Wever, N-VA-voorzitter, maar ook degene of de partij die de post van portefeuille van onderwijs al geclaimd heeft voor een toekomstige... Toch zouden interesse dat heeft graag laten doen. Blijken, ja, we zouden dat heel graag doen. We denken dat er werk aan de winkel is en dat heb ik ook net gehoord. Ja. Want uit onderzoek blijkt dus, nieuw gebundeld onderzoek, dat het achteruit gaat in ons onderwijs, ook in het katholiek onderwijs, vooral, meneer Boeven. Vooral in het katholiek onderwijs. Dat valt op in het onderzoek. Keek u daarvan op? Dat valt inderdaad op. Die cijfers waren ons al bekend, hè, want het is inderdaad geen nieuw onderzoek. We hebben zelfs al maatregelen genomen, een actieplan begrijpend lezen ontwikkeld. Maar ik denk dat het ook goed is om dan eens te kijken naar de uitleg die de onderzoeker zelf geeft. En die zegt, het zou wel kunnen zijn dat het katholiek onderwijs achteruit gaat, omdat het zich te veel focust. En dan denk ik, als dat zo is, moeten we dat zeker verder onderzoeken, op de eindtermen. En de eindtermen, dat is een minimumlat. En dat wij eigenlijk onvoldoende alle andere leerlingen nog uitdagen. Ja, dat betekent... En dat hebt u al die tijd laten gebeuren dan? Wel, ik denk dat dat in de geesten ook geslopen is. Bijvoorbeeld als een school, als de inspectie komt, dan kijkt die vooral naar eindtermen. De politieke discussie die we gevoerd hebben de laatste jaren ging vooral over eindtermen en de ambitie van een eindtermen. Dus dat maar, is de oorzaak? Maar hoe werkt een eindtermen? Bent u daarmee eens? Een eindterm... Ik ga het u zo laten uitleggen, maar bent u daarmee eens? Met wel, ik denk dat we dat minstens moeten onderzoeken als die onderzoeker zegt dat dat de reden zou kunnen zijn. Oké, ik laat u zo meteen uitleggen wat het probleem is. Ik wil eerst even weten, meneer De Wever, is het dat? De eindtermen die u met deze regering mee hebt ingevoerd? Die moeten nog in voegen gaan in 19, dus dat kan het niet zijn. Daar kan het echt niet liggen. De nieuwe voor secundair onderwijs. Wat die onderzoeker zegt is, het katholiek onderwijs heeft altijd de lat hoger gelegd dan het minimum. Het GO mikt op die eindtermen. Het katholiek onderwijs wou zoveel beter doen. En dat hebben ze blijkbaar losgelaten, want het is echt in vrije val. Het kwaliteitsverlies zit bijna exclusief bij het katholiek onderwijs. En in mijn ervaring, wat al die leerkrachten zeggen, dat is wat er effectief aan de orde is. En al zoveel onderzoeken hebben bewezen. PISA 2015, Vlaamse leerlingen hebben het laagste ambitieniveau op 72 onderzochte landen. Het allerlaagste. Dus als je gaat peilen, wat is je ambitie? Allerlaagste. Okay. We hadden vroeger 1 op 3 sterke leerlingen in de klas, nu nog 1 op 5. Ja, hoe komt dat? Dat heeft te maken met het pedagogisch project. En dat zeggen ook leerkrachten als je hen ondervraagt. Men heeft dat klassikaal leren losgelaten, die kennisoverdracht losgelaten. Op weg naar die eindtermen. Het is allemaal verschoven naar de pretpedagogie. Vaardigheden, het moet leuk zijn, het moet plezant zijn. Je hebt het toch gehoord. En het verschil dat ik vind, is dat katholiek onderwijs, toen ik nog op school zat, was een baken tegen dat soort vernieuwingen. Denk aan het VSO. Men wou daar niet van. Men heeft dat actief bestreden vanuit de koepel. Vandaag lijkt de koepel bijna de ergste promotor van die nivellering naar beneden. Met de brede eerste graad, domeinscholen. Weg met het ASO, weg met Latijn, weg met de colleges. Reactie van meneer Boeven? Wel, ik denk dat dit groot onrecht doen is aan al die mensen die in ons onderwijs het beste van zichzelf proberen te geven, is soms toch ook moeilijke omstandigheden. Kijk, het gaat over onderzoek over het basisonderwijs. Waar moet er extra geïnvesteerd worden in het basisonderwijs? Als we kijken naar de leraren, wij pleiten voor opnieuw volle breedte van de 18-jarigen te recruteren voor het lerarenbeleid. Ja, maar het gaat nu over het pedagogisch project, de manier waarop lesgegeven wordt. Maar kijk, dat is weer die klassieke tegenstelling tussen welzijn of excellentie. Kijk, als een kind zich goed voelt, dan studeert het ook goed. En dat betekent niet dat het niet uitgedaagd mag worden. En in een uitdaging kun je ook welbevinden vinden. We zoeken daar geen tegenstelling tussen. Maar nog een keer, om mijn punt van daar straks opnieuw te maken over die eindtermen. Eindterm, dat is een kwalificatiehoogte voor een Olympische Spelen hoogspringen. Als je daar exclusief op focust, dan kunnen er misschien veel mensen naar de Olympische Spelen. Maar om de medailles te halen, moet je veel verder springen. En vandaar dat ik ook in mijn boek vorige week, daar ging die discussie ook over, pleit om veel gedifferentieerder na te denken over dat onderwijs. Als wij alleen met eindtermen bezig zijn en leerplannen alleen nog uit eindtermen mogen bestaan, ja, op dat moment nivelleren wij naar beneden. Als we dan nog centrale examens zouden invoegen, die ook nog eens op die eindtermen focussen, dan nivelleren we nog meer. Vandaar mijn pleidooi. Laat ons alsjeblieft elke leerling uitdagen op het niveau waarop hij zit en die maximale focus op die eindtermen voor een stukje lossen. Eindtermen zijn minimumdoelen. Wij moeten veel maximalere doelen kunnen en mogen formuleren in onze leerplannen voor die andere leerlingen. Kan dat een oplossing zijn voor de zorg die pedagogische omgeving die gecreëerd wordt vandaag, om vooral naar die eindtermen te kijken? Ja, daar moeten we iets aan dat doen. Dat punt is duidelijk, reactie. Ja, ik kan het soms niet meer volgen. Dus vorige week waren de eindtermen veel te ambitieus geformuleerd. En nu is het blijkbaar niet ambitieus genoeg en moeten we verder durven gaan. Die eindtermen Misschien zijn de laatste 20 jaar... Misschien moeten we even leggen, de eindtermen, wat staat daar precies in? Ja, wat men, van een leerling op het einde van een graad mag verwachten. Ja. Hè? Op de verschillende competenties. Nu, die
die zijn de laatste 20 jaar nooit gewijzigd. Dus als er een nivellering naar beneden is die iedereen vaststelt, moet dat met de leerplannen te maken hebben. En die komen vanuit de koepels. Als je dat aan de leerkrachten zegt, je hebt geen respect voor de leerkrachten, maar als je het hen zelf vraagt, iVox heeft dat gedaan in 2018, zegt 80% van die leerkrachten, ja, het niveau gaat achteruit. En als je hen vraagt waarom, koepels, zeg zeggen ze, ja, dat heeft te maken met een pedagogisch project dat ons wordt opgelegd. Wie legt dat op? Dat zijn de koepels. Dat heeft te maken inderdaad met het niet meer mogen evalueren van leerlingen. En dat gaat steeds verder. De school zonder punten, zonder evaluaties, waar de leerling geen examen moet doen, maar de leerkracht wel een rapport over de leerling moet schrijven. Ja, dan komt er natuurlijk die mevrouw en die zegt, wanneer moet ik nog lesgeven? Wanneer mag ik nog kennisoverdracht doen? Aan de leerplannen en die komen van de koepel. Die vertegenwoordigt u, hè, die leiding. We hebben juist een nieuw leerplan gemaakt voor het basisonderwijs waar wij uitdrukkelijk de lat hoger leggen dan de eindtermen die inderdaad de laatste 20 jaar niet gewijzigd zijn. Waar we computationeel denken invoeren, waar we begrijpend lezen actief op inzetten. Kijk, wij lezen ook wat er aan het gebeuren is, hè, maar de klassen zijn veel diverser geworden. We hebben grotere klassen, inderdaad. Hè, dat is zeker waar. Kunt u niks aan doen, zegt u. Als het basisonderwijs extra middelen vraagt, en ze vragen dit al lang, en het actieplan nu nog altijd moet gestemd worden, ja, dan is er daar toch ook wel iets aan de hand. Die diversiteit die in de klassen opduikt, die diversiteit is in de laatste jaren sterk toegenomen, maar die creëert wel een extra belasting ook naar leraren toe, de extra zorgnoden die er zijn. Ja, dat vraagt om extra inzet. Het is niet voor niks dat die leraar ook zei, ja, investeren in onderwijs is ook wel nodig. Dat is niet de volledige oplossing. Ja. Het is ook niet zo dat we hier met één maatregel dit geregeld gaan krijgen. Maar meer middelen, begrijp ik. Dat zal een batterij van maatregelen vragen en meer middelen zal daar zeker een maatregel dan van zijn. Dan kijken we weer naar de politiek natuurlijk. Deze legislatuur is de begroting met 1,2 miljard toegenomen van onderwijs. En onderwijs heeft nu bijna 30% van de Vlaamse begroting. Dat is alleen maar gestegen. Kan het meer? Moet het meer? Dat zal wel zijn. Maar als je dat gaat vergelijken met al die andere landen, dan doen we het merkelijk beter. Er werken 180.000 mensen in het onderwijs. Dat is in het leerplichtonderwijs 1 personeelslid, een VTE, per 8,4 leerlingen. Dat is onvoorstelbaar veel. Veel meer dan landen die ons voorbij steken. Dus u zegt, dus niet naar de regering kijken, niet. Ja, geld zal de oplossing niet zijn? Geld kan altijd een oplossing zijn als je het juist inzet. Maar van die 180.000 mensen zijn er 22.000 die niet voor de klas staan. En lees het rapport Monaar 2019. Van die 22.000, als die allemaal zouden werken om degene die voor de klas staat te versterken, is het goed. Maar wat zeggen die? Wij doen heel veel koepelwerk. Er wordt ons heel veel planlast opgelegd. Ondertussen moeten wij ook nog het M-decreet verteren. Moeten wij een meer diverse samenleving verteren? Wat het allemaal maar moeilijker maakt. Het maatschappelijk aanzien voor de leerkracht is ook nog eens verminderd. Ja, en dan kom je natuurlijk eigenlijk weg met de koepels? Weg met de koepels zal ik niet zeggen, maar ik vind wel dat de vrijheid van onderwijs, dat die eigenlijk op niveau van scholen en leerkrachten moeten worden opgenomen. En dat de koepels als tussenniveau, ja, historisch hebben die een heel belangrijke rol gespeeld. En Vlaanderen is sterk dankzij het katholiek onderwijs. Ik ben daar zelf het product van. Ik ben de kind van een spoorwegarbeider. Alles wat ik ben, heb ik te danken aan onderwijs dat die koepel mij heeft verstrekt. Maar het spijt mij dat ik de laatste jaren moet vaststellen dat de katholieke koepel geen robuuste verdediging is tegen allerlei onderwijshervormingen die we niet nodig hebben, maar juist de grootste promotor. Die afschaffing van het ASO, dat is het grootste drama dat Vlaanderen kan overkomen. Die verplichte fusie, de afschaffing van het college in Neerpel. De toestand in Roeselare. Men betoogt zelfs tegen de inrichtende macht. Dat hebben we sinds Rodenbach niet meer meegemaakt. Ja. Oké, ik stop. Wel, wat de pedagogische begeleiding betreft, het rapport Monaar heb ik gelezen. Daar staat als eerste opmerking dat met veel te weinig begeleiders zijn voor het aantal leraren en de taken die opgevuld moeten worden. 1 begeleider in het katholiek onderwijs voor ongeveer 420 personeelsleden. Als je dat zou vervluchtigen over het aantal leraren, dat betekent €187 per jaar per leraar die ingezet wordt voor de pedagogische begeleiding. Dus ik denk wat dat betreft dat wij zeker niet met een waterhoofd zitten, maar dat we eigenlijk meer volk zouden moeten hebben om die leraren, en zeker de jonge leraren, beter te kunnen begeleiden. Wat de rest betreft, kijk, de vrijheid van onderwijs, dit is inderdaad de vrijheid van de school. Maar mijn netwerk is een netwerk van vrije scholen die zich vrij verenigen in een netwerkvereniging, in een koepel, om een aantal dingen samen te doen. Bijvoorbeeld leerplannen te maken, bijvoorbeeld pedagogische begeleiding te organiseren, bijvoorbeeld na te denken over hoe doen wij leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld ook nadenken over dat pedagogisch project. Ja, maar blijkbaar toch, het blijkt ook uit de reportage, druk voelen, zich beknot voelen, niet toekomen aan wat ze toch de essentie van hun vak vinden, zeggen de leerkrachten. Maar we zijn naar een jezuïetencollege geweest. Die jezuïeten hebben een eigen begeleiding, die zeer dicht bij hun scholen staat. Als er nu
één. Wat zegt u nu? Die resorteren niet onder uw koepel? Toch wel, ja, die begeleiding is er toe. Ja, toch wel. Die hebben een zeer nauwe band met ons. Mm-hmm. Maar als die school inderdaad klaagt dat het niveau achteruit gaat, ja, dan moeten we ons inderdaad vragen stellen. Want, daar ligt het niet aan het pedagogisch project, want dat is plus et en vous. Dan moeten we toch kijken welke andere mechanismen er aan het werk zijn, waardoor dat niveau omlaag gaat. En dan stel ik voor dat we toch die hypothese van de onderzoeker, namelijk dat we te veel focussen op die eindtermen, die ene lat die laag ligt, dat ervoor zorgt dat er niet meer geëxceleerd wordt bij de leerling, moeten we dat toch een keer serieus nemen. Maar ik ben bereid om die discussie te voeren. Ik ben bereid om die discussie te voeren. Nog één vraagje. Hogere eindtermen dan? Of ambitieuzere eindtermen? Of wat is dan het alternatief? Ja, kijk, als er geniveleerd wordt, maakt het niet uit als je een klein beetje hoger niveleert. We moeten die exclusieve focus van de eindtermen, die moeten we verlaten. Die zijn belangrijk om te kijken welk minimum er gerealiseerd moet worden bij zoveel mogelijk leerlingen. Ja. Maar daarbovenuit moeten wij opnieuw met leerplannen veel meer kunnen differentiëren, zodanig dat we die leraren en leerlingen beter kunnen uitdagen. Eigenlijk lijkt u dan een beetje hetzelfde te zeggen. Ja, namelijk maar we zijn allebei, denk ik, voor excellentie en onderwijs. Maar met dat verschil natuurlijk, dat de eindtermen de reden niet kunnen zijn, maar die zijn al 20 jaar dezelfde. En de nieuwe gaan pas in 2019. Dus als die ambitieniveaus zijn gezakt in de leerplannen, is dat toch de verantwoordelijkheid van de koepels. En is het toch een bekentenis dat men op de foute weg is. Ja. En iedereen in het veld die je erover consulteert, bevestigt u dat ook. Als je met een rector van een Vlaamse universiteit onder vier ogen praat en is eerlijk, dan zegt u, de instroom die wij nu krijgen vanuit het secundair en zeker ook het katholiek onderwijs, gaat ziender ogen achteruit. Competenties op universitair niveau zijn niet meer voldoende. We moeten die bijspijkeren, zeker op vlak van taal. En dan zegt u, we gaan rondbegrijpend lezen iets doen, maar in het basisonderwijs is dat jaren maar afgebouwd. Het aantal uren begrijpend lezen. De theorie moest achteruit. De vaardigheid, het doen, het welbevinden moest vooruit. Dus daar heeft u toch schuld aan als u dat vandaag zegt. Nu moeten we daar, denk ik, op dat punt. Zeker voor migrantenleerlingen is dat een drama geworden. PISA-onderzoek 2016, tweede generatie migranten, boekt geen enkele vordering in het Nederlands ten opzichte van de eerste graad. De eerste generatie. Hoe komt dat? Ja, maar toch een vraag voor u dan als politicus. En partij N-VA, u zit daar nu ook al een heel aantal jaren in de regering. Hebt u dan niet genoeg kunnen wegen? Want, ik vind de beslissingen die nu genomen zijn, zeer goede beslissingen. Ja, dat is na al die tijd. Waardoor we zijn nu de laatste 5 jaar enorm met onderwijs bezig geweest. Mm-hmm. We hebben vakleerkrachten in het lager onderwijs ingevoerd. Meer klemtoon op stem. Richting in de eerste graad. We hebben die brede eerste graad gelukkig afgeblokt. De afschaffing van het ASO. Maar langer dan 5 jaar afgeblokt. In, had het niet eerder snel. We hebben taalbadjaren geïntroduceerd. Stel vast dat de koepels 0% moeite doen om die te promoten bij hun school. Maar als dus alsof die zelfs niet bestaan. En dan hoor ik nu begrijpen, lezen, taal is toch wel heel belangrijk. De kracht van verandering, niet helemaal gelukt, net zoals het begrotingsevenwicht niet gehaald is. Toch ook een grote belofte federaal. Dit is een verhaal dat volgens mij eind jaren 60 al begonnen is. En we plukken zure vruchten van onderwijspedagogie, zoals die lang in het verleden is uitgedacht. En we hebben heel lang in de verkeerde richting gemarcheerd. Dat moet rechtgetrokken worden. Ik denk dat de afgelopen legislatuur vruchtbaar is geweest. Maar, en daarom leg ik die claim op die onderwijspost, ik vind dat we een onderwijsminister nodig hebben die verder van die koepel staat en die zwaarder durft doorpakken. Dus de huidige minister staat te dicht bij de koepel? Is dat wat u zegt? Wel, ik stel vast dat bijvoorbeeld afschaffing ASO, die domeinscholen, brede eerste graad, hebben allemaal moeten verdedigen tegen de coalitiepartner in, die daar met de koepels wilde niet meegaan. En als ik dan hoor van waar men die brede graad van onderuit... Als ik zie waar men die brede graad van onderuit toch heeft doorgevoerd en ik ga dan met de vakbonden spreken, want dat doe ik wel eens, die vertellen daar dramatische verhalen over. Hè. Die zeggen, op den duur wordt ons onderwijs bezigheidstherapie. En dat hoor je ook in de interviews, de vrees bij leerkrachten dat het op den duur nog dat is. We houden de jongens bezig, ze moeten zich goed voelen. Maar ik kom niet meer toe aan kennisoverdracht. Goed, we gaan er de minister bij halen. Die staat bij Pieter-Jan de Smet. Goedenavond, Pieter-Jan. Hoor je mij? Dag Pieter-Jan. Ja, het is even zoeken. We hebben hier het debat gevolgd op de parking van een supermarkt in Torhout, waar mevrouw Krevits haar thuisbasis is. Mevrouw Krevits, goedenavond. Ja, de cijfers zijn niet goed, dat weet u, zowel voor wiskunde, begrijpend lezen. Hoe verklaart u dit? Wel, er is onderzoek gebundeld nu dat we eigenlijk al langer kenden en dat de directe aanleiding is voor de hervormingen die we beslist hebben en goedgekeurd hebben in het parlement. Betekent een aantal vernieuwingen in ons secundair onderwijs, garanties proberen in te bouwen dat als je studierichting volgt in je secundair, dat je goed voorbereid bent, ofwel op de arbeidsmarkt, ofwel op het verder studeren en natuurlijk ook nieuwe eindtermen. En ik vind het zeer, zeer belangrijk dat die nieuwe eindtermen er zijn. We investeren meer dan 12 miljard euro in ons onderwijs.
onderwijs. Maar hoe verklaart u dat het nu niet goed is dat we tot deze cijfers komen, mevrouw? Wel, de cijfers gaan niet over nu. De cijfers gaan over onderzoeken van 30 jaar geleden tot 2016. En die vormen de aanleiding voor vernieuwingen, voor hervormingen die we deze legislatuur goedgekeurd hebben in het parlement. Natuurlijk, mevrouw, de cijfers gaan wel. De slechte cijfers gaan over een periode van de afgelopen jaren. Eigenlijk over de periode waar uw partij ook mee in de regering zat. U heeft 10 jaar lang de minister-president van Vlaanderen geleverd. Nadien heeft u het onderwijsdepartement overgenomen. In die periode zien we eigenlijk een daling op een aantal parameters. Voelt u zich hier ergens voor verantwoordelijk? Ik voel mij sowieso verantwoordelijk voor de globale kwaliteit van ons onderwijs. En we hebben, dat moet ik eerlijk bekennen, heel lang gediscussieerd over hoe we dat secundair onderwijs bijvoorbeeld zouden vernieuwen. Alleen als meneer De Wever zegt, brede eerste graad, de andere partij wilde dat per se. Mijn partij is zeer duidelijk altijd geweest dat je getrapt moet kinderen laten studiekeuzes maken. Het heeft tot nu geduurd vooraleer dat ei gelegd is. En vooraleer ook die nieuwe eindtermen gemaakt zijn. Dat is wel niet vrij. Dat is wel niet vrij dan voor de Vlaamse regering. Wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter dat het zo lang duurt voor er werd bijgestuurd. Wel, sowieso wordt onderwijs gemaakt elke dag door leraars in de klas. Vlaanderen bepaalt wat leerlingen mogen en moeten kennen, maar het is de leerkracht, de school, die eigenlijk bepaalt op welke manier dat gebeurt. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben. En het is goed dat het debat nu ook gevoerd wordt met onze onderwijskoppels over hoe het beter kan en hoe we er kunnen voor zorgen dat ons onderwijs, dat nog altijd hoog is van kwaliteit, dat het die kopgroep blijft bevolken. Ja, u zegt top van kwaliteit natuurlijk. De budgetten die naar onderwijs gaan zijn enorm. Het grootste van de Vlaamse begroting. Mag de Vlaming net iets meer verwachten met die budgetten? De Vlaming, ik denk elke Vlaming, al wie een kind heeft, verwacht dat zijn kind op school echt heel veel leert, maar ook een krachtige persoonlijkheid ontwikkelt. En dat moet echt de focus zijn. Als ik natuurlijk leerkrachten nu ook in het filmpje... Het moet beter, zegt u dan. Ja, als ik hoor zeggen, ja, het moeten allemaal projectjes zijn, dan vraag ik mij af, wie bepaalt dat? De Vlaamse overheid vraagt geen projectjes. De Vlaamse overheid vraagt eigenlijk enkel dat inderdaad de eindtermen gehaald worden. En de rest is de vrijheid van onderwijs die we zo koesteren. We gaan overgaan naar de koepels. Mevrouw, u hoort ook de uithaal van meneer De Wever naar die koepels. Ik wil eerst weten, deelt u zijn analyse? Op welk vlak? Op zijn kritiek op de koepels, op hun verantwoordelijkheid in de resultaten vandaag. Ik stel vast dat ik deze legislatuur heel veel stappen gezet heb samen met onderwijspartners, met vakbonden, met koepels, met het net. En dat is de manier waarop ik onderwijsbeleid probeer te voeren. Onderwijs wordt elke dag gemaakt door meer dan 160.000 leraars. We moeten dus ook zorgen dat onze onderwijsverstrekkers mee zijn. En het heeft geen zin om nu de grote oorlog te prediken als we het onderwijs, de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren, zullen we dat ook samen met partners moeten doen. U ziet eigenlijk niet het probleem dan bij de onderwijskoepels. Die analyse deelt u compleet niet. Wel, dat is ook niet helemaal correct. Vorige week is er een rapport voorgesteld over de pedagogische begeleidingsdiensten. Daar staat best wel wat kritiek in ook. Dat bespreken we samen. En ik verwacht dan ook dat men actie onderneemt. Ook rond begrijpend lezen bijvoorbeeld is hetzelfde gebeurd. Hoor ik nu dat er echt wel plannen zijn ook om daar meer werk van te maken. En dat is voor mij ook ontzettend belangrijk. Het is beperkt. Ik moet erdoor natuurlijk als we naar dat katholiek... Maar als we naar het katholiek onderwijs kijken, mevrouw, waar ook uw partijgenote, mevrouw Van Ecke, jarenlang de macht had, nu meneer Boeven, dat katholieke onderwijs is in vrije val, zeggen uw coalitiegenoten ook. Mevrouw Rutte zegt dat, meneer De Wever zegt dat. Waar ligt dan de oorzaak? Kan u dat concreet benoemen in dat katholiek onderwijs? Wel, ik vind het spijtig dat men het katholiek onderwijs en bij uitbreiding de leerkrachten vandaag zo stigmatiseert. Ik doe daar niet aan mee. Mevrouw, ik vraag een verklaring voor een daling van de cijfers. En de cijfers zijn de cijfers. Niemand heeft één verklaring. De samenleving is veranderd. De verwachtingen van ouders zijn veranderd. Maar, en dat vind ik dan belangrijk aan de hervorming die we nu doen in het secundair onderwijs, daar moet de focus opnieuw komen op kennis. Er moet wat rust komen wat dat betreft. En die hebben we nu gebracht met de eindterm. Daar is helderheid over. Ten tweede denk ik echt ook wel dat het hoogdringend tijd is dat er extra handen komen in ons basis- en kleuteronderwijs. Okay, dat punt heeft u gemaakt. We moeten afronden. Slotvraagje nog. We staan dicht bij de verkiezingen. U heeft net de grootste onderwijsstaking, of een van de grootste, gehad. Er is
nu dit onderzoek. U scoort eigenlijk goed in de VRT-peiling bij kiezers van alle partijen, maar nu is de kritiek op u heel scherp. Vreest u dat dit u zal raken, dat u dit zal bekopen bij de komende verkiezingen? Maar kritiek raakt mij uiteraard altijd. En ik werk met hart en ziel en dag en nacht om ons Vlaams onderwijs ook te koesteren en beter te maken. De kiezer zal beslissen over of het goed was of niet. Dat is nu mijn ambitie niet. Mijn ambitie nu is een goed minister van Onderwijs te proberen te zijn en samen met heel veel partners goede hervormingen doorvoeren. Ik wil u danken, mevrouw, om vanavond bij ons te zijn hier bij Ter Zake in Torhout, de thuisbasis van mevrouw Krevits, waar zij gereageerd heeft. Ik ben een beetje in de war door de beelden die ik daar zie, waar zij gereageerd heeft op het debat. Dankjewel, Pieter-Jan de Smet, en dankjewel ook aan mevrouw de minister. Meneer Boeven, ik ga u even laten reageren, want ervaart u het als een aanval op de koepel? U had het in uw boek, geloof ik, over een hetze zelfs tegen de koepels. Hè? Oh, ik denk dat meneer De Wever toch wel een aantal dingen gezegd heeft over ons die toch als een aanval beschouwd kunnen worden. Terwijl hij misschien toch te weinig inschat dat wij een netwerkorganisatie zijn waar alle beslissingen ook gezamenlijk genomen worden met verkozen bestuurders, nadat er met directeurs overlegd is. Dan natuurlijk niet iedereen daar het telkens mee eens is, dat is zeker zo. Maar bijvoorbeeld wat de modernisering betreft zijn wij niet voor een brede eerste graad, maar voor een getrapte studiekeuze, mm-hmm. waar er oriënterend gewerkt wordt in die eerste graad en waar scholen zelf mogen de beslissing nemen hoe ze dit organiseren. Sommige scholen zullen dat in een zesjarige school doen, andere scholen zullen kiezen voor een eerste graad, waarna dan via een domeinschool of via een campusschool geheroriënteerd wordt. Dus wat dat betreft laten wij ook onze scholen en schoolbesturen vrij. Wat wij wel zeggen in onze adviezen is, kijk, er zijn een aantal voordelen en een aantal nadelen van uw keuze. Maximaliseer de voordelen, beperk de nadelen. Ja. Maar de ambitie van de modernisering om elke leerling op het juiste moment op de juiste plaats te moeten krijgen, dat is die ambitie willen we wel met z'n allen realiseren. En dat, denk ik, zijn we ook aan onszelf verplicht om te realiseren. Met betrekking tot de kritiek van die leerkrachten in de reportage die we zagen, zegt u dan eigenlijk ook, die leerkrachten, die school moet zelf kijken naar hoe ze dat daar aanpakken en ons... Nee, maar dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kunnen ze het anders organiseren met uw zegen? Maar zwarte pieten uitdelen, dat is altijd gemakkelijk. We kunnen zeggen, het ligt aan de school, of het ligt aan de koepel, of het ligt aan de leraren, of het ligt aan de handboeken. Dat zijn allemaal verklaringen. Maar hebben ze de vrijheid? Maar ze hebben natuurlijk de vrijheid. We hebben een pedagogisch project van de Katholieke Dialoogschool, dat een kadervisie is waarin iedere schoolbestuur, en de Jezuïten hebben dat zeker gedaan, een eigen pedagogisch project maken. En van daaruit kunnen leraren en de school zelf aan de slag. Dan zij worden daarbij ondersteund door de pedagogische begeleiding. Vaak is dat vraag gestuurd, dat betekent op een eigen vraag. En dat kwaliteitsbeleid, dat is een kwaliteitsbeleid waar wij samen willen voor gaan. De school en de netwerkorganisatie. Ziet u zich functioneren onder een N-VA-minister van Onderwijs eventueel? Ik heb die vraag de laatste tijd al heel veel moeten beantwoorden. En ik heb gezegd van kijk, wij hebben al met veel ministers, socialistische ministers, liberale ministers gewerkt. Dus, de liberale partij is nu ook heel kritisch ten aanzien van u. Maar goed, wat er kritiek Rutte, is... Maar dat er kritiek maakt niet uit dus wie? Maakt niet uit wie. Ik denk, zolang als een minister samen met alle partners wil rond de tafel zitten om de problemen te bespreken, goed te analyseren en samen naar oplossingen te zoeken, dan zijn wij zeker bereid om Meneer dat te Wever, doen. Meneer De Wever, ziet u het... een samenwerking zitten als uw partij inderdaad die post mag invullen? Ik ben niet de vijand van het katholiek onderwijs. Verre van. Ik heb alles te denken aan het katholiek onderwijs. En mijn grootste angst is als er op de duur privéscholen komen, je ziet dat al in Wallonië, dat kinderen van spoorwegarbeiders niet meer die kansen gaan krijgen die ik heb gekregen. Dat die gelijkheid van uitkomstfilosofie, dat het op de duur de gelijke kansen vernietigt en dat de zwaksten daaronder lijden. Dus ik ben absoluut niet de tegenstander. Ik heb ook niet het gevoel dat ik in scholen kom dat ik zo heel alleen sta met mijn analyse. Ik ben ook niet de tegenstander van Hilde Krevits. We hebben dat beleid samengevoerd. De beslissingen die genomen zijn, zijn juiste beslissingen. Onderwijstanker keren is trouwens iets van het moeilijkste dat er is, want het is een enorm schip dat je moet keren. Als je een fout maakt, pas jaren later komen de resultaten daarvan boven water. Dus we moeten samen aan de slag. Maar wat mij enorm stoort, is dat men volhardt in een visie die volgens mij verkeerd is. Te lang kinderen per se willen samenhouden in één klas en dan zeggen, we gaan ze pas later dan oriënteren. Okay. Dat maar heeft ik denk geen enkele zin. Ik denk dat u mijn boek eens moet lezen, meneer De Wever, want dat staat daar helemaal niet in. Ik ben erin beginnen lezen. Ja. Ik vind ook, eerlijk gezegd, de dialoogschool, we hebben het er niet over gehad. Nee, dat is bijna dezelfde destructie van het katholiek onderwijs. Maar, ik lees dat met heel, heel bittere gevoelens. Ik kan essentieel, er niet aan doen. Wat is dan het eerste, nog één concreet voorbeeld waarvan u zegt, daar moet het beginnen, in de klas, de leerkrachten die nu aan het kijken zijn? Ik zou een absoluut moratorium op onderwijshervormingen willen uitgenomen. Eén die gericht is op degene die voor die klas staat.
Daar moet, denk ik, al onze energie naartoe, wie er voor die klas staat. En niet op het grote pedagogische project in de domeinschool en de afschaffing van het ASO en de brede eerste graad. Stop daarmee. Dat soort hervormingen in ons onderwijs nooit veel diensten bewezen sinds de jaren 60. Integendeel. Goed. Dit is alles waar we vandaag tijd voor hebben. Maar ongetwijfeld zullen er nog onderwijsdebatten volgen. Zou kunnen. Elkaars boeken lezen misschien. Heren, dank voor de komst. Graag gedaan.